Een meditatie over ruimte. Dus wees dankbaar voor de ruimte die jij in mag nemen. Wat voor de een voelt als beknellend, is voor de ander geen enkel punt. Of wat jij eerst als verstikkend ervaart, kan op een ander moment volkomen neutraal voelen. Ruimte behoort tot de fysieke verschijnselen en is net als tijd relatief. Daarom kunnen we dezelfde ruimte op verschillende manieren ervaren. En dat is inherent aan de dualiteit waarin we leven. In een non-dualistisch perspectief is ruimte geen issue. Het maakt slechts deel uit van een ondeelbare eenheid. En als je kijkt naar hoe materie is opgebouwd, zie je dat fysieke dingen in feite voor 99% uit de ruimte bestaan. Wat op het eerste oog stoffelijk vaste materie lijkt, blijkt een ruimte te zijn waarin minuscule deeltjes die zich met grote snelheid voortbewegen, slechts 1% van die ruimte innemen. Sterker nog, deze deeltjes blijken evenmin vaste materie te zijn. Ze komen voort uit golfjes van licht die het bestaan in en uitschieten. En de ruimte waarin ze verschijnen is als het ware een projectiescherm waarop alle fysieke verschijnselen geprojecteerd worden in talloze frequenties van licht. En dat wat er op het scherm geprojecteerd wordt, is de kosmische speelfilm waarin wij allemaal acteren. Of anders gezegd, jouw werkelijkheid is als een driedimensionale computergame waarin jij de hoofdrol speelt. En zijn dan dit projectiescherm en de dingen die erop geprojecteerd worden alles dat er is? Of bestaat er nog meer dan dat? Achter dit projectiescherm bevindt zich als het ware een ruimte die niet relatief is. Een ruimte waarin zich niks afspeelt, waarin zich niets bevindt. Het is een oneindige leegte. Maar in feite is het geen leegte, omdat dat impliceert een ruimte te zijn. Want elke ruimte kent altijd een afbakening. Dus deze leegte is in werkelijkheid een ruimteloze ruimte. Een ruimte zonder ruimte, zonder begin en zonder eind. Het is het veld van oneindige potentie, van waaruit alle projecties op het denkbeeldige scherm ontstaan. Dus laat mij jullie meenemen naar dit veld. Dus breng de aandacht maar bij je hart. En laat in je hart een licht verschijnen. Kijk maar welke kleur het heeft. Het is in ieder geval een heel helder licht
dat alle kanten uitschijnt. Dit licht verlicht de ruimte waarin jij je bevindt. De ruimte die voor je is. De ruimte die achter je is. De ruimte naast je links. En de ruimte naast je rechts. En ook boven en onder jou verlicht dit licht. De ruimte waarin jij je bevindt. Volg de stralen van dit licht naar alle kanten tot zover jij maar kunt kijken. Ondertussen ben jij je nog steeds bewust van de bron van dit licht in jouw hart. En ga met je aandacht de bron van het licht maar binnen. Je dringt door tot de kern van dit licht. En als jij nog verder gaat, merk je dat het licht als het ware oplost. En zich een eindeloze ruimte ontsluit. Deze ruimte heeft geen begin, heeft geen eind. Het is een ruimteloze ruimte. Het is het veld. Van oneindige potentie. Het is de bron van jouw zijn. Dus wees in jouw zijn met onvoorwaardelijke liefde. Mag jij zijn in de bron van jouw zijn. En zo adem je vanuit die bron de prana en levenskracht jouw lichaam door. Laat elke cel zich maar vullen. En adem dan 3 keer dankbaarheid in en uit.
dankbaar voor jou zijn. Dankbaar voor jouw levenskracht. En dankbaar voor de keuze die je altijd hebt. En word je dan langzaam bewust dat je ligt in de ruimte waarin je ligt. Voel je lichaam maar contact maken met de grond onder je. En word je langzaam bewust van je bewustzijn. Maak je lichaam rustig wakker op een manier die bij je past door het wat te bewegen. Misschien wil je wat uitrekken, misschien wil je wat anders doen. Maar kom terug. Zacht en rustig. Namaste.